In huis zitten er vier zusjes televisie te kijken. Hey, heb jij nou hele vervelende ouders? Geen enkel probleem, want bij mij kan je de tofste ouders huren. Dit is Random Parent. Wat dacht je van dit exotische exemplaar? Prachtig, een heerlijke moeder met een fijne lach. Wat dacht je van een vader met heel veel haar? Of een daddy met hele fijne dance moves? Oh yeah! En hier hebben we nog veel meer prachtige exemplaren bij Random Parent. Hadden wij maar van die toffe ouders. Onze ouders zijn super saai. Ja, ze doen nooit wat met ons. Moet je ze daar nou zien zitten? Nee. Ik heb een idee. Zullen we mama en papa vragen of we zo'n parent mogen huren? Ja, dat is een heel goed idee. Papa, mogen we een parent huren? Ik vind het best. Vraag maar aan je moeder. Mam, mag ik een parent huren? Een parent huren? Als het niet te veel geld kost, doe maar hoor. Wat was die website ook alweer? Rentaparent.nl. Oh, dat is een leuke moeder. En ze lacht ook zo lief. Ja, dan bestellen we die. Oh, het is zo spannend! Een paar dagen later kwamen er twee computerprogrammeurs langs met de moeder die de kinderen hadden besteld. Wij zijn van Rent the Parent. Wat is dit? Kinderen, er staat een of andere mummy voor de deur. Oh, dat is onze parentmoeder die we besteld hebben. Ze is helemaal ingepakt. Oh, wat is er mooi. We moeten nog heel even programmeren. Oh ja, komt u maar verder. Jullie mogen haar wel uitpakken, hoor. Oh, wat spannend! John, sluit hem even aan. Gaat alles goed, John? We moeten nog heel even de stekker doen. John, wat is dit dan voor gedoe, kinderen? Dit is een hele mooie Rent-a-Parent, meneer. Wanneer is het klaar? Rustig. Wat willen jullie nog wensen? Wat bedoelt u? Hoe we de moeder moeten programmeren. Ik wil dat we alles van haar mogen. Weet jullie dat wel zeker? We kunnen niet elke keer terugkomen om hem opnieuw te programmeren. Nu moet ze het echt gaan doen. Hallo. Ja, ze doet het! Pap, we hebben een robotmoeder. Oh, wat interesseert mij het nou? De kinderen gingen hun nieuwe robotmoeder gelijk uitproberen. Mama, wij tweeën hadden allebei een slecht rapport. Mogen we vanavond later blijven? Maar natuurlijk, mogen jullie dat? Mam! We willen vanaf nu alleen roti met kip eten. Tuurlijk, dat ga ik regelen. Ja! De kinderen konden alles via de robotmoeder regelen en aten elke dag rottikip, maar het had alleen wel wat gevolgen. Het is wel leuk dat we alles mogen, maar het is niet goed voor ons. Volgens mij ook niet meer 3 dagen wezen douchen. Ik ook niet en ik eet alleen maar snoep en kip. Oh, sorry. Verder begon de moeder na een software-update opeens spontaan te zingen. Bij het vegen, I want you break free, I want you break free. Het koken, hello. En het aftuigen van de kerstboom. Last Christmas, I gave you back. Ik word gek van al dat zingen. Misschien moeten we eens met onze eigen ouders gaan praten. Ja, want onze eigen ouders zijn toch wel het beste. Ik ga wel wat regelen. Snel kwamen de programmeurs langs om het op te knappen. Je zei, je moet me instaan het zaten. Je gaat me instaan het zaten. Je zei, je moet me... Ik wil even vragen of je met onze ouders wou praten. Vooruit dan maar.
Wat is het probleem? Er volgde een goed gesprek, waarin de programmeurs, die ook als therapeut werkten, aan de ouders duidelijk maakten dat hun kinderen veel van hun ouders houden. Maar de kinderen het jammer vonden dat de ouders zo weinig tijd aan hun besteden. Er kwam al gelijk een mooi doorbraak. Oh, ik begrijp het. Ik moet meer tijd aan mijn kinderen besteden. En hoewel er nog steeds veel moest gebeuren, werden er afgesloten met een groepsknuffel. En was er een eerste stap gezet. APPLAUS